Dat ga je niet menen, toch? Ik ben de zoon van de baas, hè? Wat is dit, man? Die vloer is nog steeds vies. Ik ben de zoon van de baas, hè? De zoon van de baas ben ik, mevrouw. Oké, dan mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer terug met een nieuwe video, dus dankjewel voor het kijken. Vandaag zijn we in Almere, zoals jullie zien. Mooi stadje, ik ben hier eerder nog nooit geweest. Maar vandaag gaan we een prank uithalen. Ik heb hem gezien in Amerika, super grappige prank. Hij heet in Amerika I'm the Boss, his son. Ik weet niet of jullie hem ooit hebben gezien. Ik ga dan nu een Nederlandse versie van maken, dus ik ga het dan noemen Zoon van de Baas prank. Dus ik loop gewoon bij ons of Burger King of KFC naar binnen en dan doe ik alsof ik dan de zoon van de baas ben. Ik ga een beetje flippen, een beetje gek doen. Oh ja, shit, ik moet trouwens die zonnebril ook meenemen, man. Oké, dan mensen, ik heb de legendarische zonnebril waar ik ook met de Alberto Stegeman pranks en zo altijd op heb ik nu bij me. Ik heb hem even uit de auto gepakt. Zo gaat het eruit zien. En dan ga ik gewoon zo naar die kassa lopen, zo naar die dingen. En dan zeg ik van, wat de fuck is hier allemaal de bedoeling? Ik zeg, die vloer is nog vies. Doe de fucking afwas en geef me snel een burgertje. Snap je, op die manier gewoon boos komen. Dat wordt sowieso doodlag. Ik ben benieuwd. Ik ben hier nog nooit geweest, dus we moeten even kijken waar de McDonald's is en de KFC en de Burger King. Deze video wordt doodlag. Dus, ik neem jullie mee naar de stad. Let's go. We zijn aangekomen bij de McDonald's. Precies achter de camera is dus op dit moment de McDonald's. Ik heb eventjes een beetje gekoekeloerd naar binnen. En als het goed is er een deur waar ik in kan gaan. Dus daar ga ik dan dus zo in. En dan ga ik achter de balie een beetje gekke show zetten. Het is wel druk, maar ja, het is alleen echt grappig voor het beeld. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik zeg je eerlijk. Ik ben benieuwd naar de reactie. Nou, we gaan gewoon naar binnen. We gaan het laten lukken, mensen. Dus ga lekker met ons mee. Dit wordt wel weer een banger. Dus we lopen nu de Mackie in en we gaan even poseren. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Uit. Let's go. Hier komt het. Oh shit. Hij is dicht. Hij is dicht, man. Kut, sorry. Ik wou net door die deur gaan, zeg maar die deur was dicht. We zijn eventjes van idee geswitcht. Wat ik dus ga doen is over de toonbank springen. En dat is wel ietsjes heftiger, maar ik wacht even tot die oma weg is. Dan gaan we het laten lukken. Dus ik ben heel benieuwd. Nu komen we het dramatische gedeelte van de video. Oké, let op. Dit ga je niet menen, toch? Dit ga je niet menen, toch? Jongens, wat is dit, man? Die vloer is nog steeds vies, man. Die vloer is nog steeds vies, man. Kom op, man. Die vloer is vies. Ik heb al fucking vaak gezegd, alles moet schoongemaakt worden, man. Weet je wel wie ik ben? Nee. Ik ben de zoon van de baas. Ja. De zoon van de baas, man. Maak even een hamburgertje voor mij. Iemand moet even hier de boel schoonmaken, even de afwas. Kijk, ik ben de zoon van de baas, hè? Kan je heel gauw terug? Mevrouw, ik ben de zoon van de baas. Mevrouw, ik ben de zoon van de baas, hè? Hoe bedoelt u? Mensen, ik heb al vaak gezegd dat die boel moet schoongemaakt worden, man. Kijk, die vloer... Kijk die vloer, man. Ik ben de zoon van de baas, hè? Ja, is goed. Doe de groeten, ja. Ik ga iedereen laten ontslaan hier. Ik zeg het alvast. Iedereen gaat ontslagen worden hier. Ik ben de zoon van de baas. Ik ga hem gelijk niet bellen. Ja, kijk maar, hoor. Iedereen wordt ontslagen hier. Wacht maar. Wacht maar. Oké, dan mensen. De counterpounter was lekker. Alleen hij laat me niet. Ja. Maar in ieder geval, mensen, deze was al ziek. Ik sprong over die toonbank. Ik zei, die mensen dachten dat ik helemaal Maroon was. Ik zweer het. Dit is Archie trouwens, hij gaat volgende week de video van volgende week komt Archie in. Maar in ieder geval, dit was ziek. We gaan nu naar de Burger King, we gaan nu het nog een keertje doen. Daarna naar de KFC en dan gaan we het nog een keertje doen. Dus dat wordt 3 keer. Ik ben benieuwd hoe ze bij de Burger King reageren, want bij de McDonald's waren ze niet echt super blij. Maar dat is wel logisch. Is gek. Helemaal logisch. Dus we lopen nu naar de Burger King, dan take 2. Alright, let's go. Dat ga je niet menen, toch? Dat ga je niet menen, toch? Wat is dit, man? Die vloer is nog steeds vies. Net als gisteren, man. Alles is hier nog steeds vies, man. Wat is je probleem? Kan je mevrouw, weet u wel wie ik ben? Ik ben je... de zoon van de baas, hè? De zoon van de baas ben ik, mevrouw. Mevrouw, iemand maakt even een hamburgertje, even iemand de afwas doen. Mevrouw, ik ben de zoon van de baas, hè? Hi, ik ben de zoon van de baas. Ik zeg dat alles een beetje schoon moet gemaakt worden, man. Maak even snel een burgertje voor mij, wat afwas. Nee, niks aan het filmen, man. Ik ben de zoon van de baas. Oké, maar wat is het probleem dan? Ja, die vloer, man. Kijk die vloer, man. Ziet er toch niet uit? Oké, maar kan je als je naar buiten komt gaan? Ja, is goed. Dan laat ik iedereen ontslaan. Ik ga alvast zeggen. Ik ga mijn vader bellen. Let maar op. Iedereen wordt hier ontslagen. Ik zeg het alvast. Ik ben de zoon van de baas. Spauw, mensen. Zoals jullie zien, de zoon van de baas staat hier. De zoon van elke fucking... De zoon van de baas van elk restaurant hier in Almere. Oké, deze was weer doodlach. Deze was wel mensen en kwamen mij gelijk weg. Die vrouw, ze worden wel boos. Ze vonden het niet echt leuk, maar ja, dat kan ik wel begrijpen.
In ieder geval mensen, wat wel een beetje vervelend is, dat die KFC en Burger King net naast elkaar zitten. Dus het is nu eigenlijk een beetje dubbel als ik bij die andere kant ga doen. Maar we gaan even kijken. We zoeken nog even een derde plek waar we dit kunnen doen. Dit is wel doodlachen, blijf in ieder geval kijken, want dit is echt ziek, man. We gaan naar de derde plek, man. Aight. Arsje, heb je nog wat te zeggen? Ik eet heel veel. Piep! Oké. Okay. Aight, oké. Okay. We gaan naar plek 3. Oké, mensen, we zijn even op zoek naar een derde plek om deze prank te filmen. We lopen nu langs de McDonald's waar we net waren. Daar gaan we niet nog een keer naar binnen, maar we zoeken even een nieuwe plek. Maar die Burger King, wat ik zei, die Burger King en KFC zitten naast elkaar. Vandaar dat ik het daar niet wil doen, want ze hebben ons nu al gezien. Dus we lopen even in de stad. Als je van Almere komt, laat even weten. Gekke stad hier. Dus Ali, misschien ga ik wel vaker hier zo filmen, maar we zoeken even nog een derde plek, man. Uit. Wat is dit, man? Wat is dat, man? Die vloer is nog steeds vies, man. Die vloer is nog steeds vies, man. Ik heb toch gezegd dat jullie moeten schoonmaken? Dat ziet er toch niet uit, man? Rare vreedheid is hier geworden, man. Weet je wel wie ik ben? Nee. Ik ben de zoon van de baas. De zoon van de baas ben ik, hè. Vergis je niet, hè. Ik kan jou gelijk... Bro, kun je alsjeblieft even een koffietje voor mij snel maken, man? De zoon van de baas is... De zoon van de baas is hier, hè. De zoon van de baas. Vergis je niet. Maar ik ben de zoon van de baas, hè. Ik kan je gelijk laten ontslaan. Dat moet je weten. Wie is de baas dan? De baas? Ja. Mijn vader is de baas. Wie anders? Dan? Mijn vader is de baas, jongen. Wie denk je anders dat de baas is? Maak even snel een koffietje voor mij zo. Dan ik ga even buiten wachten, ja? Ik ga jullie allemaal laten ontslaan, zodat je dat goed weet. Niet zo kinderachtig. Ik ben de zoon van de baas. Dat moet je weten. Ik laat je gelijk ontslaan. Wacht maar. Succes. Wacht maar als mijn vader jou gaat ontslaan. Wacht maar. Ik ben de zoon van de baas. Oké, dan mensen. Zoals jullie zien, de zoon... De zoon van de baas staat hier en we hebben weer even chaos gezet in de Starbucks. Ze dachten echt dat ik helemaal paranoia was, maar goed, dat hoort bij deze video. Ik heb nu 3 plekken gedaan en ik heb echt Almere helemaal op de kop gezet qua al die reacties. Dus dit was mooi, man. Ik ga straks nog een videotje opnemen, maar die komt volgende week met Archie. Maar we gaan nu een beetje weer richting het centrum, man. Deze was ziek. Uit, let's go. Oké, dan mensen, dat was weer gekkenhuis, man. We hebben 3 locaties gehad, 3 stuks waar we echt de boel op stelt hebben gezet. Super grappig, ik zei, die reacties waren echt priceless. Ik zeg je eerlijk, dit moet viral gaan. Dus voor de mensen die dit kijken, ga allemaal even deze video sowieso delen met al je vrienden en familie kan natuurlijk ook. Like de video, comment hieronder. Abonneer als je dat sowieso nog niet hebt gedaan, want we hebben eigenlijk al de 10.000 subscribers gehad. Maar we moeten die 100.000 vandaag hebben. Mijn Instagram staat hieronder, RowanTT, ga hem even volgen. En ja man, ik zie jullie weer volgende week. Ik hou van jullie en binnenkort begin ik met streamen. Hou dat later.